Ik ben Sabrina, ik heb 3 kinderen en ze wonen sinds 2 jaartjes in een pleeggezin. Wanneer ik mijn kindjes zie is op woensdag 1:30 en zaterdag mag ik ze ook zien, maar dan 3 uurtjes. Een jaar geleden is er een lockdown gebeurd in ons land en daarmee heb ik dus mijn kinderen enkele maanden niet meer kunnen zien. En zijn dan eigenlijk de bezoeken naar telefonisch contact hebben geworden. Wat dan ook heel erg was voor mij, maar zeker ook voor mijn kinderen. Ze hebben dus enorm veel last daaronder ervaren dat ze eigenlijk die band is niet hetzelfde dan dat ze fysiek met u fysiek gaan zien en zo. Hè. Dus, en telefoons, ja, dat was voor hun niet genoeg. En ja, voor mij ook. Hè. Je gaat in een diepje, hè, want ja, je ziet je kinderen totaal niet. Ja, je hoort ze wel, je ziet ze op scherm, maar dat is ook niet hetzelfde, je kunt ze niet knuffelen. En toen zijn de contacten eigenlijk terug begonnen, opgestart, maar ik mocht niet knuffelen. Dus dat was ook weer zoiets, hè, wat het moeilijk maakte. Vooral naar de kinderen toe, hè, van snappen waarom mag dat niet. Hè. Dus moest ik ook uitleggen waarom. Dat er toch een besmettingsgevaar kon zijn en zo. Maar ja, en toen is dat eigenlijk na enkele maanden, mocht dat dan weer wel, mochten we dan een knuffelcontact hebben en mochten we dan, ja, en dat zijn dan mijn kinderen geworden uiteraard. Hè. Dus ja, dat is zo'n beetje het verhaal eigenlijk van mij. Zo, hè. Dus dat je daar toch wel als moeder en als kinderen zelf, plus ook de pleegouders, die daar toch wel wat onder lijden. Met die eerste momenten dat wij terug elkaar mochten knuffelen, ja, dan hingen we continu samen in een zetel. Ja. Ja. Ja, dus dat liet we ons niet meer los eigenlijk. Hè. Dus, en dan vooral zeker op 1:30 uur. En dan moet ik mijn aandacht nog verdelen tussen 3 kinderen. Hè. Dus dat was ook wel iets, hè, want ze willen allemaal aan de beurt komen. Ja. En ik heb maar 2 armen, dus dat was wel, ja. Ja, dat was heel fijn. Heel fijn. Ja.